Wat doen jullie hier vanavond? In godsnaam, wat doen jullie hier vanavond? Popcorn komen eten. Nee, het is première van familie. Hè. En wij zijn hier samen met onze dochters. Ja, die staan hier nu niet. Maar samen met onze dochters om te komen kijken. Zij hebben de film zelfs nog niet gezien. Nee, die zijn bloednerveus. Ja, dat zal wel. Maar ik mag het niet interviewen. Ze zijn daar nog niet tegen. Dat, we willen dat besparen, de mogelijke gênante momenten dat dat zou kunnen opleveren. Nee, vooral nee. Nee, maar alle gevaar. Na deze. Nee, daarvoor. Was het geen leuke ervaring voor hem? Jawel. Absoluut wel. Maar toch, het is helemaal anders. Hè. De perceptie van acteurs en actrices zijn meestal op momenten de gloire. Gelijk vanavond nu de opening van het filmfestival. En de buitenkant bekijkt. Niet wetende dat de meeste mensen daar met een gehuurde snorkel staan. Van waar is het? Ja, we moeten voortdoen met dat ding, want dan met speed binnen. Anders is dat binnen, dicht. Anders kunnen we aan onze rekening nog een dag bij betalen. Maar waar komt jullie kostuum vandaag? Van mij, mijn kostuum komt van gehuurd? Les. Gehuurd? Nee, ja, van Les Hommes. Les Hommes. En dat is gesponsord. Ja, dat is je een fantastische sponsor. Je ziet er wel prachtig in. Dat is geen krot, hè. Ja, maar, hallo. En die mondkapje? Mondkapje gekregen van het festival. Een beetje te klein. Een beetje te klein. Ja. Maar al, een gegeven paard kijk je niet in de bek, hè. Absoluut niet. Cinevox.